Deze video de wetenschappelijke notatie bij kleine getallen. En ik ga even 3 kleine getallen opschrijven. En je zult zien dat dat getallen zijn die liggen tussen 0 en 1. Dan hebben we dus te maken met kleine getallen. En de wetenschappelijke notatie die ziet eruit, net als in de vorige video. Je zoekt een getal dat ligt tussen 1 en 10. En vervolgens doe je dat keer 10 tot de macht iets. Dus je doet als het ware 2 stappen. Maar als je te maken hebt met grote getallen, dan is die exponent is positief. Hè? Dus 2, 3, 4, 1, 9, 12. En als je te maken hebt met kleine getallen, dan is de exponent dus negatief. Dus min 1, min 2, min 3, etc. Oké. Even iets wat ik ook even moet zeggen. Ik schrijf hier elke keer het keertekentje op. En in het boek zul je ook vaak zien staan dat er een puntje wordt gezet. Ja, dus dat maakt niks uit. Nou, ik zoek een getal dat ligt tussen 1 en 10. Ik kies niet voor 12, want dat ligt buiten 10. Ik kies voor 1,2. De tweede stap. Ik doe keer 10 tot de macht iets. We hebben te maken met een klein getal, dus ik krijg sowieso een minnetje. En dan ga ik die komma, die ga ik tellen. Hij staat hier en hij moet daar naartoe. Dus dat is 1, 2, 3, 4. En wat ook wel grappig is, ik heb de komma geteld, maar je kunt ook zeggen ik tel die nulletjes. En dat zijn 4 nulletjes. Tweede, ik zoek een getal tussen 1 en 10. Ik kies voor 3,7 en niet voor 37. Ik doe keer 10 tot de macht iets. Het is een klein getal, dus je krijgt sowieso een minnetje. De exponent wordt dus negatief. Dan ga die komma tellen. Hij staat hier en hij moet daar naartoe. En dan tel ik hem. 1, 2, 3, 4, 5... En je had natuurlijk ook die nulletjes kunnen tellen, want het zijn er 5. Nou, de laatste, ik denk dat je nu wel in de gaten hebt hoe je dit moet aanpakken. Ik kies niet voor 985 of 98,5. Ik kies voor 9,85, want dat ligt tussen 1 en 10. Ik doe keer 10 tot de macht iets en die exponent die is negatief, want het is een klein getal. Dan ga ik de komma tellen naar rechts, of ik tel de nulletjes en ik tel er 7. Nou, dan gaan we nu even oefenen. Dus we beginnen bij de eerste vraag. Schrijf in de wetenschappelijke notatie. Dus ik zoek een getal dat ligt tussen 1 en 10. Ik kies voor 7,12. Ik doe keer 10 tot de macht iets. Nou, we hebben hier te maken met een klein getal tussen 0 en 1. Dus ik krijg een minnetje. En dan ga ik die komma tellen. Hij staat hier en hij moet daar naartoe. Of ik tel de nulletjes en ik tel er 5. Dan gaan we naar de B-vraag. Ik kies een getal tussen 1 en 10. Dat wordt dan 3,51. Ik doe keer 10 tot de macht iets. Het is een klein getal, dus de exponent is negatief. En ik tel 2 nulletjes of de komma gaat 2 naar rechts. De volgende vraag, schrijf in de gewone notatie. Nou, ik schrijf op 3,67. Nou, de exponent is min 6, dus ik zet daar 6 nulletjes voor. En dan gaat die komma, die gaat dus 6 plaatsen naar rechts. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daar zet je hem neer en je pakt even een gummetje en dan haal je die weg. 1,8 keer 10 tot de macht 12. Ik heb 12 nulletjes nodig. Ik zet daar 1,8 neer. Ik zet daar 12 nulletjes voor. En die komma gaat dus 12 naar links. Daar komt hij te staan. En die komma haal ik weg. Einde video. Tot de volgende keer.